Wat's up, dames en heren? Het Formule 1 seizoen staat weer op het punt te beginnen. En ik kan niet wachten voordat we weer op de grid staan in Bahrein. En zoals altijd doen we ook dit jaar weer een F1 2020 League organiseren. Zondagavond om 8 uur. Je kan het kijken op twitch.tv/coachgk. Kan je het gewoon live meemaken. Je kan zelfs meedoen. De grid is in principe vol. Maar vaak, wanneer je zondagavond om 8 uur meldt, dan is het nog wel een plekje beschikbaar. Dus mocht je mee willen doen, dan kan dat. We racen op PC. En dit jaar doen we echt iets bijzonders tijdens de F1 2020 League. Want dit hele seizoen zullen we gaan racen voor het goede doel. Dit hele seizoen gaan alle opbrengsten tijdens de F1 2020 League naar Stichting Save the Children. En Stichting Save the Children zet zich in voor alle kinderen over de hele wereld. Of het nu gaat om kinderen in oorlogsgebieden, kinderen die gezondheidshulp nodig hebben, kinderen die uitgehuwelijk worden, kinderen die in kinderarbeid gedwongen worden. Het maakt niet uit, Stichting Save the Children zet zich voor al deze kinderen in. Dus alle opbrengsten tijdens de races op zondagavond om 8 uur zullen naar Stichting Save the Children gaan. En ik wil nu ook al bedanken voor de mensen die alvast gedoneerd hebben. We hebben al bijna €200 opgehaald. We hebben 2 testweekenden achter de rug. Aankomende zondag gaat onze competitie voor het eerst echt beginnen. Ik hoop je dan daar ook te zien. Nogmaals bedankt voor de donateurs alvast en ook bedankt voor de kijkers, voor het kijken. Jullie maken er altijd een gezellige boel van. We hebben wat sprintraces gereden de afgelopen 2 weekenden. En dit is alvast de eerste. De GP van Zandvoort. Veel plezier. Er zullen deze week nog meer video's komen wat betreft F1 2020. Dus blijf hangen mocht je die willen zien. Veel plezier. Oké, iedereen ready? Dan kunnen we beginnen. Ger, jij kan dadelijk ook meedoen, hè? Het zijn gewoon sprintraces. 5 laps. Wow! Een donatie van Divinity van €25. Dankjewel, Divinity, voor jou. Ontzettend gulle donatie. Die gaat rechtstreeks naar Stichting Save the Children. We moeten nog even dankjewel wachten op Alfie, jongens. Oh. Yeah? Ja, start maar. Ik moet intussen die problemen oplossen. Ik krijg het niet. Oh, ik dacht dat je het ook okay. Okay. Is Bierdisco erbij? Maar dankjewel, Divinity. Ja, heb je Disco erbij. Ik heb G-Hub en die verandert van zijn eigen. Ik weet niet wat het komt. Hij is gemeen, hè? Bier, fucking wel. Dikke lap, soms. Ik doe niks met G-Hub. Ik laat hem gewoon staan zoals hij staat. Doe alles in-game afstellen. Nee, maar hij doet het ook niet met G-Hub. Meedoen, hij doet met G-Hub. G-Hub. Wow. Wat een treurig grap. Wat? Hij zei toch G-Hub? Wie zegt er nou G-Hub? Hey, maar ik had het over die G-Hub die Blaise daarna maakte. Dat was vooral een treurige grap. Ja. Bobby, Bob 2-0. Bobby. Oh, ik weet niet meer hoe dat is. Bobby gescoord? Ja. Nederland. Oh, hopelijk is het een goede setup, ik heb geen idee. Ja, gewoon hard. Oh, jongens, alsjeblieft, ram elkaar niet van de baan bij bocht 1. Nou. Ze halen geblesseerd of zo, dat is waarom je speelt. Corona. Oh. Heeft hij wel langer last van, denk ik, want Hele seizoen al. Moet je niet in de McLaren zitten, Koos? Zit ik niet in de McLaren? Nee. Mercedes. Weird? Ja! Maatje, wat ben je aan het doen? Smash, what the fuck? Er worden gewoon mensen echt aangereden. Oh, wat een chaos. Ram elkaar gewoon eraf. Zou Koos al geweest zijn, zeker? Nee, dat was ik aan. Klerenlijer. Blaas, je remt ook op de raarste punt, jongen. Ja, ik heb die baan niet in mijn hoofd als jullie. Want ik oefen hier niet 20 keer op een dag. Dank je wel voor het aftikken. Ik weet het niet, hoor. Ik ook niet. Helemaal buiten langs, Blaas. Ik kon niet verder ontweken. Oh. Op zijn blast. Blast.
tegen gehad. Lekker uitglijden daar. Ah, kak. Ah, kijk dan. Ik volg Greyen weer. Een stomme kop. Wij met z'n allen. Ja. Jij doet dat vuile, vieze, natheid dat je er bent. Ik heb aan. Voor mij komt, ik heb aan. Ik heb aan. Alweer gemist, jongens. Wat, hè? Ik heb echt waar, die heb zo'n probleem. Die gaat er gewoon af. Jammer dat er lege schade is. Tegen de bordjes aan rijden, alles. Ja! What the fuck, jongen! What the fuck, jongen! Ja, je reed met wiel, jongen. Ik ben er van door. Die reden we ook, jongen. Zelfs de haan, of niet? De wind, jongen. Nee, was ik niet. Nee, was je niet. Goed bezig, Koos. Hou ze achter je. Ik doe alles wat ik kan. Ik zit achter Smash, maar dat belooft nooit wat goeds. Toch niet, hè? Sorry, die was niet zo netjes. Ah, heel gek niks. Deze wil ik graag tot aan de toe. Oei. Dit was wel even tot een gaatje, man. Dit past ook precies qua benzineverbruik. Ja. Jeetje. Smash heeft het goed gedaan voor mij, want die blokte in de eerste blokte, die had ik de binnenkant af. Kon ik zo aan de buitenkant er nog langs. Ja, ik zag het. Ik was erbij betrokken.
Oh, yes! Dit was een lekkere race. Woef! Nou, lekker. Joen. Ja, dat ging heerlijk, man. Ging goed, hè, Blast? Misschien is het toch die Mercedes dan, hè? Ik weet echt niet waarom ik in één keer een andere auto heb, maar... Volgend seizoen heb je ook een Mercedes motor erin liggen. Dat is waar, dat is waar. Tering. Nou, deze ging wel lekker. Ja, Niels was wel echt veel beter, maar... In top. Ja, het is wel een leuk circuit om te racen. Het is alleen heel moeilijk inhalen. Dat zag je ook wel aan de mensen die achter mij zaten. Op een gegeven moment waren ze op bepaalde stukken sneller dan ik. Maar konden ze er toch niet voorbij. Oh, even kijken of Beerdisk erbij zit. Ja, sommige mensen doen daar een beetje remmen. Om dan niet tegen iemand aan te knallen. Maar ja. Anderen die geven volop de iemand in. Ja, vandaag is sprintraces, Jadik. Gewoon korte sprintraces.